Vooruitzichten somber voor DVV Delft. DRC moet winst aan concurrent laten. En slotfase doet HBS de das om. Dit en meer dadelijk na de reclame als we gaan terugblikken op het zondagvoetbal. Asta Casino op het Spui 27 in Den Haag is vanaf nu 24 uur per dag geopend. Het gezelligste casino van Den Haag en omstreken. Speelbewust 18 plus. Je eigen weg vinden. Niemand kan je vertellen hoe dat moet. Vrijheid is heel belangrijk voor mij. Het voelt goed als ik over de stad uitkijk. Maar ook gewoon knallen. Geen gezeur. Werken met gasten waar je wat aan hebt. Wij zoeken mannen die niet bang zijn en die de vrijheid kunnen handelen. Ben jij zo iemand? Kom even bij ons langs. Het kan snel gaan. Welkom bij Sir Winston. Een bijzondere gebeurtenis, een drankje op het terras of heerlijk bij ons dineren. Tot ziens bij Grand Café De Halve Maan naast Casino Rijswijk. Hartelijk welkom bij Haaglanden Voetbal Weekend. Tijd om terug te gaan blikken op het zondagvoetbal. En dat doe ik weer met een tweetal analisten. Pieter Donat en Ben van Dam, heren, hartelijk welkom. Ben, om gelijk maar te beginnen in de derde klasse, de kwalificatie pool 4. Het Delftse SEP doet het heel aardig. Inmiddels staan ze op de derde plaats. Dus ja, die promotiepool die zit er aan te komen. Ze wonnen nu tegen Beşiktaş. Ja. Niet helemaal in Turkije, maar dichter bij huis. Ik dacht eigenlijk dat ze naar Turkije waren geweest. Maar ja, mooie overwinning. En ik denk dat ze een hele goede serie gemaakt hebben. Dus ze klimmen naar boven. En ik denk ook dat Sepp misschien eens wel mee gaat doen voor die kampioensafdeling straks. Hè, waar ze inkomen. Zit erin. Heel kort nog eventjes. Niet van de regenclubs, maar toch eventjes. Blankenburg, OHVV. Je vraagt je af wanneer gaat die club nou eruit? 0-16. Ze hebben geloof ik 9 wedstrijden gespeeld. Meer dan 100 goals tegen. Ja. Ja, ik vraag me zelfs af waarom ze erin gekomen zijn. En voor alle duidelijkheid, Blankenburg, dat komt uit Rozenburg. Ja. En ze zijn vorig jaar weer in de standaardklasse gaan spelen. Terwijl ze daar eigenlijk 5 jaar niet in de standaardklasse gespeeld hebben. Je vraagt je af, waarom doen die mensen dit? Ja, en dit jaar een paar keer niet opgekomen. 2 keer mochten er toch in blijven. Nou, een beetje mazzel bij een van de uitwedstrijden. Dat daar de scheidsrechter geblesseerd raakt. Ja. Goed, we moeten niet veel tijd aan gaan besteden. Wij gaan gelijk door naar de kwalificatiepool 3, dat is wel vervelend, want daar werd in het Zuiderpark gespeeld HDV tegen HMC. Ja, en die wedstrijd wordt dan 6 minuten voor tijd gestaakt, wanordelijkheden. Ja, ik heb 2 lezingen gezien, 1 van de ene partij en 1 van de andere partij. Ja, die staan weer tegenover elkaar, maar dat hou je altijd. Ja, er zijn altijd weer achteraf die dingen van... Werk voor de commissie. Precies, hè? Wij hebben niks gedaan, maar jullie hebben het gedaan en andersom. Dat wordt weer een getouwtrek en straks slaan ze de arm weer in elkaar en dan valt het allemaal wel weer mee. Ja, ik zie het wel vaker gebeuren bij een aantal clubs. Het hoort niet in de voetballerij thuis, maar helaas. Goed. ODB tegen Wick in diezelfde pool. ODB wint de wedstrijd. En ja, dat blijft natuurlijk weer Helmers wel aardig volgen. Inmiddels wel op 4 punten. Het was natuurlijk een aardige wedstrijd, denk ik, voor Tom Boefink, oud-trainer van Wick. Tegenwoordig heeft hij weer een functie bij ODB. Ja, nou, en het was ook belangrijk. Het is herstel na het toch 0-0 gelijke spel vorige week tegen HMC. Dat was ook een minpuntje. Ja. Ze zijn nog wel steeds ongeslagen. En trainer van Wick, Fred van Luitgaarden, was wel tevreden over de inzet van Wick, maar onvoldoende om ODB te kunnen bedrijven. Ja, we moeten er ook alles aan gaan doen, anders krijgen ze het ook moeilijk, denk ik, Wick. Ja. Dan Houtwijk tegen SVH. SVH, dat valt me toch wel op. Die zijn vorig jaar gepromoveerd. Ja goed, ze zijn allemaal eigenlijk naar die derde klas toe gegaan. Maar ze doen het helemaal niet onaardig. Is Houtwijk niet zo geweldig. Ja. Maar goed, ze winnen dat toch. En als ik zie dat ze toch op een derde plaats staan. Ja, en ik heb ook nog een keer gelezen dat vorige week ook een aantal spelers weg zijn gegaan. Wegens onvrede. En dat waren ook niet de minste spelers. De vraag of die wel, of dat weer rondgekomen is. Okay, dat weet ik niet. Weet ik dan ook niet. Ja. Maar er waren ook wat dingen mis. Ja. Dus ook in de selectie waren in ieder geval dingen waar ze mee aan de gang moesten. Het is een mooie overwinning. En Houtwijk is inderdaad niet zoveel bijzonders. Ik zie elke week een aantal ploegen. Zit ik me nu te bedenken. Dan moet de KNVB een extra afdeling voor maken naar de winterstop.
Dus elke week met meer dan 10-0 verlies of zo. Ja, gooi die bij elkaar in een pool, hebben ze het hartstikke leuk. Dan worden ze natuurlijk nog een leuke competitie. 33-19 of zo. Ja. Nou, dan hebben ze het hartstikke naar de zin. Ja, nou, misschien goed. Een idee. Ja. Kwalificatiepool 2. Erasmus ging op bezoek bij Cabau. Ja, bestaat al heel lang, maar bijna geen club uit de regio speelt er vaak tegen. Erasmus wint en ja, komt daardoor weer een beetje bij. Ja, het, was een, het is voor alle duidelijkheid Cabau op een achterafveldje in Lopik. Voor degenen die dat niet weten. En het was een heel avontuur om voor de supporters ook, die de regel meegegaan waren naar Erasmus, om dat veld te vinden en om daar supporter te zijn. De trainer Peter Hartging was erg blij dat, na een 2-1 achterstand en een 3-2 achterstand toch de winst behaald is. Dus grote vreugde bij de mensen van Erasmus. Ja. Ik heb trouwens wel gehoord dat die 5 supporters het wel gevonden hebben. Ja. Oké. Okay. Ja, het stond zwart langs de kant. Nou, gekkigheid. Ja. Goed, in diezelfde klasse over grote uitslagen gesproken. Ja. Wanikerstad doet het over het algemeen niet eens onaardig op de zondag. Nou, nu moeten ze naar de kop lopen. Donk, ja, dat is duidelijk een maatje te groot. Ja, dus 13-0 is je groot en is toch een kandidaat voor mij om ook een extra pool te zetten van de KNVB, hoor. Zeker. Goed, dan gaan we naar de kwalificatiepool 1, Graafwerm 2, Vak. Ja, dat doet het best nog wel eens aardig, hoor. Het was de derde zege voor de ploeg van de Roggewoning en ze wonnen nu van Nispe. Ja, nou zeker, zoals je zegt, maar vorige week van een ploeg die dan onder hun stond, Aalsmeer, met 5-1 verliezen. En dan nu zo terugkomen, 3-2, toch een... Ja, Van Nispe heb ik vorig jaar zien spelen, ze zijn gepromoveerd. Goeie ploeg. Nou, dat is heel netjes. Zeker. We gaan naar de tweede klasse. Dan beginnen we in 2D, een derby. Concordia tegen DVV Delft vooraf. Beide ploegen in die onderste regionen. Nou, Concordia wint. Het gaat er nu wel heel somber uitzien, denk ik, voor DVV Delft. Delft heeft ook een beetje de vrije val. Voorgaande jaren hebben ze zich aardig op weten te werken. Zijn tweede klas, zelfs volgens mij nog even eerste klasse geweest. Ik weet dat een heleboel spelers van DHC de kant van Delft toen gekozen hebben. Ja, dat is allemaal weer in elkaar geklapt en ze vallen als een kaartje in elkaar. Dat is heel zonde, maar ik ben bang dat ze door gaan degraderen weer. Ja, het ziet er wat dat betreft niet gunstig uit. Nou, SVV dat wint nipt van Olivio. Wippolder pakt dan weer een puntje uit bij Excelsior 20. Ja. Maar als we dan kijken bij RKDO, ja, dat speelt dan uit bij de studenten van Antibarbari. En RKDO verliest weer. Ze waren dit seizoen goed gestart. Ja. En het is verrassend en ik weet niet de oorzaak, maar het is teleurstellend dat ze nu weer verliezen. En hoe dat nou de komende weken moet gaan. Ik hoop dat trainer Corné van Doorn weer op de rails krijgt. Ten eerste omdat ik het een sympathiek persoon vind die best wel weer wat goede resultaten mag behalen. En of het effect van zijn komst alweer uitgewerkt is, ik weet het niet. Maar ik hoop dat hij weer op de rails krijgt. Maar je moet wel punten gaan pakken, want de achterstand op TGB is inmiddels al 7 punten. Dat loopt fors op zo. Ja. Ja. Goed, gaan wij kijken in 2C. Dan hadden we een echte derby. Laakkwartier tegen GDA. Ja, en we hebben het al eerder gezegd, bij een derby, daar horen doelpunten. Het blijft dan nu 0-0. Ja, terwijl Laakkwartier heb ik dan ook gelezen, en dat is ook logisch, veruit de betere ploeg was. En heel veel balbezit heeft gehad. Maar die bal wilde er vandaag niet in. En dat heb je wel eens, hè, dat die bal er niet in wil. En GDA pakt er gewoon een puntje. Maar je staat natuurlijk altijd nog dik onderaan. Ja, maar het is alweer het nadeel dat bijvoorbeeld Stompwijk 92 speelt uit bij Esto. Ja, en die pakken punten. Ja, dat is inderdaad. Ja. Dus ze gaan daar weer wat op verliezen. Maar oké, ik denk dat Laakkwartier straks nog een periode krijgt. Die zijn met hele jonge jongens begonnen. En ik denk dat die steeds beter gaan worden. Dat die tweede of derde periode echt zeker een periodetitel gaan pakken. We gaan het afwachten. Ja. Een ploeg die het ook erg goed doet in 2C, HVV, wint nu van Roak. Komt dus gelijk voet met Roak. En omdat Tak natuurlijk wat... die verspeelt 2 punten, dus dat HV zit er helemaal bij op 1 punt maar. Ja, dat is de stand, maar je moet natuurlijk ook kijken naar de speelwijze en hoe het verder loopt. Vorige week was het natuurlijk met veel pijn en moeite 1-1 tegen Laakkwartier, dus het is allemaal nog niet zo hosanna. Maar het was ook een beetje zwaar bevochten, want in de rust was het nog 0-0. Toen is uiteindelijk wel HVV met 2-0 voorgekomen. Maar Roa kwam naar de diepe toen, ongeslagen ook nog. Ja. En die hadden alle vertrouwen in dat die wedstrijd ook nog wel een goed resultaat zou halen. En ze hadden ook nog wel in die laatste 15 minuten, omdat HVV toen heel erg teruggezakt is, kans om 3-3 te maken. Dus het resultaat is goed, maar of... Ja, het allemaal nog loopt zoals trainer André Wetsel zou willen, dat is nog even de vraag. Nou goed, de komende woensdag in ons programma Haaglander Voetbal aan tafel hebben we ook de doelman van HV, is een hele jonge knul nog, Tim Nachtegaal, 20 jaar.
Wij gaan naar de eerste klasse en dan zien we dat BMT thuis tegen Den Hoorn gewoon met duidelijke cijfers wint. Ja, grote uitslag. Een tegenvaller voor Den Hoorn moet ik zeggen. Maar ik denk als BMT zijn dag heeft en het draait en ze hebben er allemaal zin in, dan hebben ze gewoon een heel aardig elftal. Lopen natuurlijk allemaal goede voetballers in. Alleen mentaal laten ze wel eens afweten, maar als ze echt goed gemut zijn in de dag, is daar moeilijk van te winnen. En ik denk dat BMT dan ook grote uitslagen kan maken. Maar ik vind van Den Hoorn wel een tegenvaller. Zeker, 4-0 is dan erg duidelijk, ja. Kijken we dan in diezelfde klasse. DHC moest thuis aantreden tegen een concurrent, Moerse Boys. Ja, dan moet je zo'n wedstrijd gewoon eigenlijk winnen. Nee, ze verliezen nipt. Ja, voor de duidelijkheid. Ik wist ook niet waar Moerse Boys lag, maar het ligt in Zundert. Ja. Maar goed, het is Endweg. Dat is een Endweg, maar ze was nu nog in Delft de wedstrijd. En ja, ze hadden ook nog wat goed te maken eigenlijk DHC. Omdat ze vorige week tegen het op laatste plaats staande Groeneweg 2-2 speelden. Ja. Ja, en als je dan in de rust 1-0 voor staat en je komt binnen twee minuten van 1-1, 1-2 achter, ja, dan gaat het niet goed met DHC. En ik hoop je speelt vijf punten in twee wedstrijden. Ja, ja. Ja. Dat wordt heel moeilijk om dat weer op de rails te krijgen, zeker als je thuis verliest. Ja, trouwens, BMT weet wel waar Moerse Boys speelt, want die moeten nog een restantje inhalen helemaal daar naartoe. Dus die weten dat nog wel. Olympia tegen Velo. Nou, Velo won vorige week van de Noord. Die wilde graag. Ja. Dat succes voortzetten, dat lukt dan niet. Ja, jammer dat het net niet gelukt is bij Olympia. Ik heb ook begrepen dat het een buitenspelcall geweest zou zijn van Olympia. Dus dat is dubbel zuur. Ja, 1-0 verliezen, ja, dat kan. Ze hadden ook een puntje wel verdiend, Velo. En dan hadden ze die reeks vast kunnen houden. En dan volgende week weer thuis. En dan proberen we een overwinningje te pakken. Ja. Helaas. Helaas. Gaan wij naar de hoofdklasse. RKV moest thuis aantreden tegen een van de koplopers, Baronie. Ja, en als je dan hoort van het bekende euvel weer, RKV vergeet ook te scoren en beloont eigenlijk zichzelf niet. Het staat daardoor met lege handen. Ik ben zelf bij de wedstrijd geweest, dus ik kan het eerste hand vertellen. Zoals ik het dan gezien heb. Het is wat overdreven dat ze veel kansen gehad hebben. Het is wel triest dat Baronie met 0-1 wint door één schot op de goal, een vrije trap, die eigenlijk nog geen vrije trap was. En die werd in de kruising geschoten. Voor de rest hebben ze niet op het doel van RKV geschoten. Maar aanvallend komt, het is niet alleen kwestie van kansen missen, aanvallend toch tekort. Het was ook, denk ik, op middenveld missen ze Rico de Boer. Die is met een hamstringblessure vorige week uitgevallen. En ik denk dat toch ook wel een belangrijk punt is dat ook het middenveld niet helemaal goed draait. Waardoor de aanvallers ook onvoldoende kunnen profileren. Wat ik zelf jammer vond. Ik ben een paar keer bij RKV wezen kijken dat er van RKD gekomen Heiden Bergen. Dat is een hele leuke flitsende speler die nog ouderwets een mannetje passeert. Wat je niet veel meer op de velden ziet. Die is toch op de bank gehouden. Die kwam er pas het laatste half uur in. Toen kwam er gelijk ook meer dreiging. Dus ik weet niet waarom dat zo is natuurlijk. Ik ben geen trainer van RKV, maar het is voor het publiek een leuke speler die misschien, als die in vorm raakt, aanvallend weer meer kan gaan brengen bij RKV. Gaan we het afwachten, want wij gaan naar de derde divisie. Om te beginnen dan Kwik. Dat speelde op Nieuw-Hanenburg tegen OJC Rosmalen. Het was geen geweldige wedstrijd, het publiek niet genoten. Maar ja, wat is belangrijk in deze fase? 3 punten binnenhalen. Ja, 3 hele belangrijke punten. En Kwik zorgt dan daarmee toch dat ze wat wegkomen van de onderste plekken. Ik heb Rosmalen zelf zien spelen. En dat is een hele lastige fysieke ploeg waar je heel moeilijk tegen kan voetballen. Dus uit de laatste 5 wedstrijden heb Kwik 13 punten gehaald. Dus wat wil je nog meer? Ik denk dat ze met een hele goede serie bezig zijn. En toch straks lekker de winterstop in kunnen. Zeker, dat geldt wat minder voor Westlandia. Hadden natuurlijk een geweldige start. Thuis tegen Kwik 20, heel snel op 2-0 voorsprong. Ja, en dan toch wordt die wedstrijd in de tweede helft nog uit handen gegeven. Ja, inderdaad. 2-0 voor, 3-2 voor met de rust en dan toch nog weggeven. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik heb ze dit seizoen nog niet zien spelen, dus ik kan er niet echt over oordelen. Maar als ik het op afstand volg, dan krijgen ze toch vrij veel doelpunten tegen. Ja. En het is misschien ook, de trainer Edwin Grunels, die zal nooit een verdedigende opstelling of speelwijze aan zijn spelers opgeven. Maar moet hij misschien dan toch nog niet eens gaan kijken of dat toch de oplossing is om verdedigend wat meer zekerheden in te gaan bouwen. Want het zijn toch veel... Zeker bij zo'n voorsprong, hè? Ja. Ja. Maar het Edwin Grunels kennen, dat zit niet in zijn karakter. Hij zal het niet gauw doen en hij zal ook ongetwijfeld weer een oplossing gaan vinden. Maar er is iets verdedigend mis. Kijk wat het gaat worden. Komende zondag een aardige wedstrijd natuurlijk. Westlandia moet uit naar HBS. Dus dat wordt een aardige krachtmeting. Daar weet Ben alles van. Dus ik ben gisteren bij HBS en bij Westlandia geweest. Ja, dat klopt.
Ja. Dus je hebt, maar je moet niet vertellen, want die moet je eerst nog wel Marcel Koning allemaal door gaan geven. Nee, je hebt gelijk dat het zo is. Ja. Okay. Goed, dan HBS speelt uit tegen UNA. HBS op voorsprong, HBS heel lang op voorsprong. Ja, dan komt UNA toch nog gelijk. Ja, dan het ergste wat je dan zit te vrezen, want dan denk je jongens uit Brabant toch maar een puntje meenemen. Nee, helemaal niks, want UNA komt alsnog op 2-1. Ja, dat is eigenlijk dramatisch wat er weer gebeurt. Dus het is niet de eerste keer dat HBS in de slotfase dus punten laat liggen. Ja, en als je ziet hoe het weer gebeurt, dat is toch wel jammer. Je komt op 1-0 voor, dat hou je de hele wedstrijd vast. Ja. Je komt vrij snel met 10 man te staan, dan krijgt iemand helemaal onnodig de rode kaart. Dat is echt ongelooflijk. Maar goed, dan moet je nog een hele groot gedeelte van de wedstrijd met 10 man door. Dan krijg je nog bij 1-0, 12 minuten voor tijd, een dot van de kans dat Willem Six hem naschiet. Ja. Ja. Dan maak je 2-0 de wedstrijd gespeeld. En dan komt UNA er nog overheen en dan verlies je hem. Dat is ook, denk ik, de situatie waar je nu in verkeert. En volgende week is inderdaad tegen Westlandia, dat wordt een hele belangrijke knaller. Want degene die daar verliest, die gaat zeker vervelend de winterstop in. Zeker, goed. Ja. We sluiten daarmee af. Wel met de wetenschap dat we komend weekend daar in die derde divisie een leuke derby te zien krijgen. Althans een streekderby. We gaan het allemaal afwachten. Pieter bedankt. Ben, je ook bedankt voor de analyse. Thuis weer bedankt voor het kijken. En Haaglanden voetbalweekend, waarin we terug gaan blikken op het zondagvoetbal. We melden ons volgende week weer. Tot dan.